We zitten hier in de Vera. Even te eten met de jongens van de Buist. Ja, yes, smakelijk. Ja, smakelijk. Oh, dank je. Ja, is smakelijk, jongens. Nou, ik denk dat de meeste mensen inmiddels wel bekend zijn met de muziek van de Buist. Maar kun je kort nog even iets vertellen over van de Buist, het ontstaan en de muziek? En misschien kun je ook eens even voorstellen. Ik ben in ieder geval Willem, ik speel gitaar in Van der Buist. Rechts van Willem zit Jochem Jonkman, zanger-bassist van der Buist. Die gaat nu aan zijn varken beginnen. Links van mij zit Barry, de drummer. We spelen jaren 70, jaren 80 hard rock, begin heavy metal. Ja. Begin jaren heavy metal. Een nieuwe verbinding heavy metal achter. Ja, ja. Precies. Ja, ik zie er heel wat petjes ook al bij en shirts. Ja, we hebben behoorlijk wat uren in de bus te spenderen. Als we door heel Europa rijden. Dus petjes naaien. Dus dan doen we petjes naaien. Dat is een goede thuisbesteding. Ja, we moeten wat te doen hebben. Ja. Nou, ondanks het kwam jullie nieuwe plaat uit in Dutch. Hoe zijn de reacties op de nieuwe plaat? Maar, zowel bij het publiek als in de media. Ja, erg goed. Ja. Het is super tof. Ja. Het is altijd spannend natuurlijk en ja, je gelooft wel in wat je doet. En dat is een heel spannend moment, maar de reactie is erg goed. En ook live merk je dat de mensen echt tof vinden dat we nieuwe nummers spelen, want we hebben zoveel gespeeld. En die oude plaat die kennen ze wel. En, mensen waren echt toe aan de nieuwe setlist. Ja. Nou, best wel wat mensen komen vaker naar shows en dan zoiets van, ja, je speelt nou wel zo'n nieuw nummertje. Maar we hebben ook, ze wisten dat we met de nieuwe plaat bezig waren en dat schrijven. Maar dus van, ja, daar gaan we nog even mee wachten om het nog even. Maar een hoop mensen waren wel erg nieuwsgierig en benieuwd. En wilden ook erg graag nieuwe nummers horen omdat ze er aan toe waren. En je merkt, wanneer was het? Volgens mij, we spelen pas in Duitsland op een festival. En die plaat was 2 weken uit en mensen stonden elkaar mee te brullen, die nieuwe nummers. Dat is geweldig. Ja, dat is te gek. Ja, vanwaar de titel in Dutch staat. Ja, van Nederland, maar het staat voor in de problemen zijn. Of in discrediet zijn, als je echt het woordenboek erbij pakt. Maar, die link met Nederland vinden wij heel belangrijk. We zijn best trots op dat we een Nederlandse hardrockband zijn en dat we het in Europa weer gewoon een beetje op de kaart zetten. Vandaar dat wij een beetje in die hoek zijn gaan zoeken naar een titel voor de plaat. En in Dutch is een thema dat er eigenlijk een beetje door de hele plaat verweven zou kunnen zitten. Het is geen conceptplaat, maar als je in elk nummer kan je het wel weer terugvinden eigenlijk. Elke tekst zit wel iemand of iets die in de problemen zit en Dutch is Engels voor in de problemen. Ja. Ja. Dus het is inderdaad een combinatie van een woord dat dus alle nummers aan elkaar reikt en ook dat je toch een knipoog geeft aan het feit dat je een Nederlands band bent. Ja, precies. Dat ook al vragen, want inderdaad heeft in het Engels een beetje een dubieuze betekenis natuurlijk, Dutch. Ja. De Dutch way. En Dutch Rudder, noem maar op. Precies, maar. Ja, we hadden heel veel keuze toen we zochten. Ja, dat is best leuk hoe vaak dat woord gebruikt wordt in het Engels. Ja. Op een hele andere manier dan dat wij het normaal gebruiken. De Dutch Hills, Dutch Oven, Dutch Door. Wat is dat dan, Dutch Oven? Volgens mij scheet laat onder de dekens of zo. Nou, dat is zoiets. Je kan dus ook heel veel dingen zelf verzinnen. Kan ook. Het kan ook iets anders zijn, maar ik weet dat hij ergens bij is. Ik kan hem ergens zien staan. Je weet dat er ooit iemand zo'n heel boekje uitgebracht heeft genomen van die... Dan moeten we zo naar op zoek. Er zijn verschillende media die zijn al heel enthousiast over jullie geweest de afgelopen jaar. En ik las sommigen die liepen al van, dit is het jaar van de Buis geweest. Ja. Hoe zien jullie dat zelf eigenlijk afgelopen jaar? Ja, ik denk dat het afgelopen jaar wel een speciaal jaar was. We zijn natuurlijk een jonge band. Maar afgelopen jaar, sinds het release van de plaat in oktober 2010. Ja, dat is echt een gekke huis. Er zijn wel heel veel dromen uitgekomen. Europese tour met Saxon. Nou ja, die plaat dan op vinyl. Je hebt een Duits label. Het loopt te gek in de scene waar je op richt.
al die mensen gaan mee, die staan op de deur en er komen er steeds meer bij. En zoveel gespeeld, en ja, dat kan alleen maar als de reacties goed zijn. Ik kan wel veel spelen, maar ja, voor twee man. Maar we hebben gewoon heel Europa gespeeld dit jaar en tegen op het eind van het jaar 120 shows gedaan of zo. Ja. Je krijgt steeds meer energie terug uit de zaal en dat is gewoon heel tof. Dat je het, wat jij de zaal ingooit, terugkrijgt. En dan in heel Europa. Dus met, ja, wat ik zeg, zo'n seks ermee. Dat is echt een ervaring die pakt niemand ons meer af. Het zijn echt allemaal van die, wat Jochem zei, van die jonge stromen die uitkomen. Kijk, als je een band begint, dan wil je eigenlijk voornamelijk op podium spelen en een feestje. Ja, en in één keer kan je meer dan 100 keer per jaar spelen. En je plaat ligt in heel Europa. Je mag met je helden mag je op tour door heel Europa. En je ziet dat overal waar we spelen, dat er best wel nog een levendige heavy metal scene is. Ja, dat is gewoon mega gaaf. Het is echt, gaver wordt het gewoon niet. Ja, of 200 keer per jaar spelen, maar... Ja, heb je eigenlijk al plannen voor 2012? Ja, we beginnen januari met een tour. Mm-hmm. We gaan met vijf andere bands. Grand Magus. Mm-hmm. Steelwing, Skullfist en Bullet. Ja. Gaan we op een Nightliner, dat is ook al zo'n droom. Elke band droomt om in zo'n bus door Europa te rijden en dan slaap je daar op de bus en dan word je wakker in de volgende stad en moet je weer spelen. Dus het wordt heel veel feesten waarschijnlijk. Ja. Dus ja, het volgende jaar begint al gewoon super te gek. Ja, we gaan naar Engeland voor het eerst, we gaan naar Ierland, de stad van Phil Lynott. En dit is alleen nog maar januari, maar we spelen op Hellfest, hetzelfde podium als Black Sabbath. Wij openen de dag op hetzelfde podium dat Black Sabbath. Ja, dat is heilige grond. Dat is echt... Nu normaal, ja. Ja, nou, ik ook, maar ik zou het niet eens maken. Ja, dat is ongelooflijk. We realiseren onszelf dat we echt wel heel veel geluk hebben, maar we werken er ook wel hard voor. Maar als al die dingen uitkomen, dan soms moet je echt gaan zitten en gewoon beseffen van wat de fuck gebeurt hier allemaal. En, ja, dat is wel echt super. En geniet op het moment. Ja, zeker wel. Ja. Het heeft even geduurd. Tenminste, begin dit jaar was het zo druk en je weet niet wat er allemaal op je afkomt. En dan ben je bij een paar maanden verder. Nou, dus ik moest echt even gaan denken van, nou, wat is hier gebeurd? En wat is er aan de hand? En echt even genieten. Maar daar moet je wel echt tijd voor nemen. Want het is alleen maar door en door en door. En harder werken en harder werken en harder werken. En het is wel heel belangrijk om wel dat momentje even te pakken van dit is echt zo gaaf wat ik aan het doen ben. We hebben ook eigenlijk standaard twee vakantieperiodes die we echt inlassen gewoon van tevoren dan en dan eruit. Omdat het zo belangrijk is om terug te kijken op waar je mee bezig bent. Even kijken van waar gaat het heen, waar zijn we mee bezig. Want anders verlies je dat. Omdat je zoveel moet doen dan... Ja, je merkt al tijdens de tourperiode als het ware, dan hebben we ook nog werk. Dan ben je gewoon aan het werken. Spelen, werk, spelen. Daar is geen tijd voor om nog even rustig na te denken ook. Verschillende dingen. Nou, wat vinden jullie van, er zijn veel mensen nu die een beetje dezelfde stijl spelen als jullie, van het de jaren 70 hard rock heavy metal, zoals Skullfist en Gorser. Mm-hmm. Hoe zien jullie die bands, wat vinden jullie daarvan, meer bands deze weg in zijn geslagen? Nou, we hebben met beide bands op podium gestaan en ja, dat is een toffe band en ook toffe lui, die houden wel van een feestje. En, we zijn pas op tour geweest met In Solitude, ook zo'n band die een beetje dat jaren 70 heavy metal doet. Ja, dat is tof om te zien dat er toch gewoon heel veel jonge mensen nog deze muziek maken. En die muziek leeft. Dan merk je aan het publiek waar je voor je speelt. Oude mensen die van vroeger, die snappen waar het vandaan komt. En die het hebben meegemaakt. En jonge mensen die snappen waar het vandaan komt en dus van willen genieten. En dan zijn er ook nog eens die jonge mensen die dat allemaal maken. Ja. Die het weer doen. Ja, dat is heel gaaf. Ja. Dus je kan weer terug in die tijd waarin bands hongerig hun muziek aan het spelen zijn. Want dat was wat die oude heavy metal toen was. Dat zijn ze nu niet meer. Nu zijn ze oud. Maar nu heb je bands als wij die nog weer die energie erin in stouwen om dat op het podium te zetten. Pop. Heel gaaf om te zien. Moet ik ook zeggen dat valt haar kop aan jullie platen echt. Die andere band, die energie van die vroegere platen was, aan begin jaren 80. Dat voel je daar ook weer. Nou, ik denk dat je wel echt zo stelletje jonge honden hoort die heel hongerig zijn op zo'n plaat. En, dat is tof. Ook op het podium, die Skullfist, die maakt echt wel een feestje van. Ja.
En voor ze ook, dat is echt vlammen. Ja, precies. Ja. We hebben het wel een keer gezien en maken er wel een feestje van inderdaad. Maar, ook naast het podium trouwens. Ja, dat is ook mooi te zien, want veel heavy metal hard mensen zijn leden nu van allemaal gewoon oud. En je komende generatie is er dan naast de moderne metal en metal. Ja, toch zal je vanavond zien. Metal. Toch zou je vanavond zien, als jullie er zijn, dat er echt nog veel jonge mensen zullen zijn ook. Ja. Mensen van 15, 16 die in een spijkerpakje naar zo'n optreden komen, dat is super. Ja, hebben jullie nog zelf echt ervaringen, die mooiste ervaringen zijn van de tours die je gehad hebt? Ja, zoveel. Het is de tour op zich. Die vol zit met ervaringen waar je zo heel veel van leert in zo'n korte tijd. Het is echt heel gecomprimeerd. Elke dag spelen, elke dag zorgen dat het er staat, elke dag zorgen dat de dingen goed gaan en zo elke dag die show neerzetten zoals jij wil. En daarbij krijg je, als je zelf klaar bent met die routine bouwen, krijg je nog even de les van de meesters. En dan, daarbij zie je weer hoe het moet en hoe gelaagd een optreden in elkaar zit. En hoe je met je publiek omgaat en wat licht doet bij een show. En alles, elk aspect krijg je zoveel lessen in. En daarnaast hebben we gewoon hele gave festivals gedaan, zoals het Rock Hard Festival dit jaar. Was echt te gek. Wij waren de eerste, de opener. En, op zondag. En dat is dus een hele zware dag. Al die Duitsers die zuipen het hele door. Die kunnen bijna niks. En het begin van onze show, ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar zo'n groot amfitheater aan het water. Dan zie je dat een beetje komen. Mensen die we al goed kennen of die ons kennen. Er staat al best wat lui. Maar aan het einde van onze show staan er wel zo'n 3.000-4.000 man mee te doen. En dus ook die organisatie dat is van Ik heb dit nog nooit gezien op zondagochtend. Het is een opkomst voor een openingsact die wij kennen in de geschiedenis van dit festival. En dat soort dingen hebben wij nu best wel vaak. Gewoon als jij, we zijn al best wel vroeg geboekt op heel veel festivals, maar het staat altijd al vol. Het is niet zo van, dat ik heb niet meer het gevoel dat het na ons alleen nog maar een groter feest wordt. Het blijft hetzelfde feest, maar ze zijn er al als wij spelen. Dat is... ja, ze willen ons echt zien, ze komen echt voor ons ook, merk je dus echt. En dat is, dat is super gaaf om met te merken. Niet van, jij mag ook spelen, want er staan toevallig toch al mensen. Maar ze komen echt naar ons kijken, ook in het buitenland. En dat is best waanzinnig. Je merkt ook, er zijn allemaal van die dingetjes. Zo van die kleine tekens. We spelen laatst in Duitsland, dan kom je daaraan in een zaal. En dan ligt er post voor je van de buis. Die is naar die zaal gestuurd. Nou, dan doe je die brief open. Is dat van een of andere fan die dan een paar foto's heeft opgestuurd. En die moet je dan signeren. En dan zitten geld en postzegels bij. En die moet je dan terugsturen. Dus allemaal van die kleine dingen. Dan merk je ze van voor sommige mensen betekent je dus best wel wat, zeg maar. En het is allemaal van die dingen. En mensen die best wel lang rijden en ver rijden om je te zien. 4 uur, 7 uur sommige mensen. Echt alleen om ons te zien. En ik vind van, dat is niet normaal. Of ze hebben zulke grote foto's gemaakt van Rockhard. En dan is echt zo'n fotograaf die dan nog niet eens tevreden is met zijn eigen foto. Maar wel zo graag die foto zo groot wil hebben met dat wij er iets voor hem opschrijven. Of je maakt heel veel mensen blij. En dat is wel tof in deze wereld. Ik vind dit publiek vind ik heel erg eerlijk en trouw publiek. Ja, en dat is echt een tof publiek. Zeker. Dat is echt, dat vind ik ook het mooie aan die Hard Rock Heavy Metal. Ja. Dus je zal daar nooit ruzie zien of dat soort dingen. Mensen drinken gewoon bier. Mensen drinken bier en het is een feestje. Iedereen wil ook een feestje. Ja. Niemand wil rottigheid en het gaat gewoon goed. Ja. Ja, wij hebben ook nog nooit zo weinig meegemaakt. Ik wil jullie eigenlijk hele hartelijk bedanken voor dit. Jullie ook super bedankt. Ja, bedankt. Ik zie dat iedereen zijn eten ook al bijna op heeft. Ja, dus het is perfect. Hebben jullie zelf ook nog iets wat jullie de luisteraars graag willen vertellen? Nou, kom allemaal vanavond naar de Veer. Dan spelen wij. Laatst wordt het pas later uitgezonden. Een beetje te laat. Maar we komen ze houden ze in de gaten, we komen vast wel eens in de buurt spelen. Bedankt voor het luisteren. Ja, voor de mensen die denken, dat is wel een aardig plaatje, maar ik weet het nog niet zo van buis. Ik zou eigenlijk kom eens kijken naar een live optreden.
Kijken of we je dan kunnen overtuigen. Dus kom vooraan staan. En laat je overtuigen. Sla die vuist in de lucht en schreeuw lekker mee. Want dat is, dat is waar het om gaat, weet je. Die energie samen delen. Dat, dat wil ik graag met iedereen doen die er zin in heeft. Hartstikke bedankt. Okay. Super. Geen dank. Jullie bedankt.